goudmijn. Azarkan. Lekker balletje zeg richting Dallinga. En die krijgt hem terug bij Azarkan. En die krijgt hem er niet in. De Boer geholpen op de lijn door Werker. Volgende kans. En nu pakt de Boer hem. Zo zijn de doelmannen vooralsnog de meest doorslaggevende in deze wedstrijd. Woede nu bij de Roda-spelers. Woede richt zich vooral op Chuayon. Vlam in de pan. Nergens voor nodig. Het is al zo warm. Goed, dit onderstreept ook wel dat er zoveel op het spel staat. Fluke en Azarkan. Dat zijn de twee grootste vechtersbazen. En nu had de videoscheidsrechter toch wel handig geweest. Duwen, ja, dat is het duwen van Azarkan. En dan vrees ik dat Azarkan in ieder geval een kaart gaat krijgen. Laat ik hopen wel dat inderdaad de kleur geel is. Die deze wedstrijd vermoorde met een rode kaart. En dat begint allemaal met dit moment dat Chuayon vol op de enkel gaat staan van Vente. Waarom Pluke dan als vechtersbaas geen kaart krijgt, snap ik eerlijk gezegd ook niet. Streppel en Dijkhuizen. Amateurtoneel. Dallinga moet het alleen doen. Dallinga krijgt ook nog een herkansing. Die geeft hij aan Azarkan. Volgende gelegenheid komt er ook nog. En daar gaat de bal op de stip na een overtreding op Niemeyer. Penalty Excelsior. Een beetje onhandig gedaan door Van den Berg. Een mindgame vanaf 11 meter. En nu pakt de Boer hem. Hij wint dit mentale spelletje dus van de topscorer van de keukenkampioendivisie. En daar mag hij echt wel om glimlachen en zichzelf mee complimenteren. Verlengen bij Rode JC Excelsior. Horemans. Dallinga, daar is Driewicz en daar is de treffer voor Excelsior. In de verlenging slaan de Kralingers toe. Vertwijfeling bij de Boer. Is het Dallinga of is het Werker die hem hier nog toucheert? Het is Werker, ongelukkig. En de invaller, Haantje de voorste. Baas heeft nog energie. En daar is de 2-0. Excelsior mag blijven dromen van de Eredivisie door in de verlenging twee keer te scoren.